Welkom bij een nieuwe video. Ik heb er eigenlijk al een flink dagje op zitten. Ik heb namelijk net een hele leuke samenwerking opgenomen die jullie vast wel tegen gaan komen. Met Kaya, een make-up merk. En ze hebben mij allemaal producten gestuurd waar ik echt ziek blij mee ben. Het is echt mega, mega mooie make-up. Ik heb het nu ook op. Ik moest daar een video mee opnemen. Voor Instagram. En het zijn echt, ja, ik ga het later wel even aan jullie laten zien. Maar ik ben er echt mega blij mee. Ik heb echt heel chill 4 dagen vrij. Want het is vandaag vrijdag, mijn vrije dagje. En dan het weekend en dan maandag nog Pasen. En ik heb allemaal leuke dingen op de planning staan. Dus ik kon gisteren al echt niet wachten. Maar het wordt gewoon mega leuk. En ik heb vandaag gewoon echt wat dingetjes op de planning staan die ik gewoon soort van praktisch moet doen. Maar vanaf morgen ga ik allemaal leuke dingen doen. Dus daar ben ik mega blij mee. Wat betreft de schaaltjes en bordjes die ik bij Xenos had gekocht, was in de vorige video. Die ga ik terugbrengen. Dus ik hoop dat vandaag nog even te gaan doen. En ik wil toch voor wat kleurrijker gaan. Want ja, alles wat we in het interieur gaan doen is best wel basic. Zeg maar allemaal een beetje beige tinten en dan zwart of wit. Dus ik dacht het is gewoon veel leuker als je een beetje pop of color zeg maar op tafel hebt. En dat vond ik heel leuk bij die glazen van de H&M Home. Die waren echt amazing. Dus vandaar. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu even snel die productfoto's maken. Misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien hoe ik dat doe. En dan gaan we lekker naar de stad toe. Oké, ik sta in de badkamer, want ik heb hier het beste licht. En ik heb even een setting gemaakt. Ik heb deze ondergrond gewonnen. Die is echt iets van 200 euro waard. Toen deed ik mee aan een soort giveaway. Omdat ik nog heel veel fotografie deed. En dat doe ik nu niet meer echt. Maar ik heb daardoor nog wel allemaal ondergronden en zo. Dus ik dacht dat is super leuk om nu te gebruiken. Dus ik heb even een setup gemaakt boven de wasmachine. Tadaa! Dit zijn de producten. Dus je kan ook er nu even mooi op zetten. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Het is inmiddels wat later, al 's avonds. En ik heb echt heel veel kunnen doen vandaag. Helaas niet naar de Xenos, daar had ik niet eens meer tijd voor. Mijn video nam best wel veel tijd in beslag om te editen. En ik was ook veel meer tijd kwijt eigenlijk aan die samenwerking. Dus ja, ik heb nog 3 dagen om de rest te doen, dus dat is helemaal prima. Ik ga nu naar een feestje. Lee heeft een housewarming in Amsterdam. Dus dat is super leuk. Maar zij kent ook Floor en allemaal mensen uit Den Haag. Die komen ook. Dus dat is mega leuk. Dus ik heb me warm aangekleed. Want mijn gevoel zegt dat het buiten koud is. En Luc blijft lekker hier. Die voelt zich niet zo lekker. En dan ga ik ze weer zien. Dus dat is super leuk. En ik laat wel mijn camera thuis. Misschien ook even met mijn telefoon wat film. Maar helemaal gezellig. Tot morgen. Een goedemorgen. Ik heb lekker al mijn koffietje op. En Duke en ik hebben lekker uitgeslapen. Gisteren was heel gezellig. Ik weet eigenlijk niet hoe laat ik... Luke, weet jij hoe laat ik thuis was? Ik ga eens even kijken. Dus ik had naar Julie gestuurd. Ik ben er. Ja, 3:10. En ik ben gelukkig niet meegebracht. Dus dat was wel lekker. En het is echt heerlijk weer, dus dat is super chill. En ik heb besloten dat ik weer eens ga beginnen met sporten. Dus ik ga vandaag...
Dus ik ga vandaag met Luc mee naar de sportschool. En voor de rest staat op de planning om dit huis wat meer spik en span te maken. Want er staan nog allemaal dozen. Dus ik wil de bakken onder mijn bed gaan uitzoeken. Gewoon een doos maken met dingen die weg kunnen. Dingen die naar de kringloop kunnen. En dingen die ik nog wil proberen te verkopen. Ik moet een doosje met kaarten maken voor mama. Want die gaat alle kaarten overnemen. Want die liggen nu hier. Maar die kunnen beter bij Cadeau om de Hoek in de voorraad liggen. En ik heb er een paar mensen die geboden hebben op mijn kast. En we hebben één iemand die hem sowieso wil kopen. Maar die kan hem pas volgende week ophalen. Dus ik hoop stiekem dat iemand misschien al dit weekend die kast wil ophalen. Dat zou heel chill zijn. Dus ja. Wij gaan nu even chillen en dan denk ik dat we daarna lekker naar de sportschool gaan. En dan kunnen we aan het huis beginnen. Het is echt zulk lekker weer, dus ik wil ook nog wel echt even naar buiten vandaag. Lekker in het zonnetje. Het is zover na ongeveer... Hoe lang zou ik al niet gesport hebben? Minimaal een half jaar, denk ik. Misschien wel een jaar. Gaat deze meid weer eens even lekker naar de sportschool? Laatste keer was ontbijt. Ja? Hier, ik moet een hokje sturen! Ja, ik heb een hockey outfit. Van Adidas. Wel hurly, toch wel hurly. Ik heb een keer een fotoshoot gedaan voor dit merk en toen kreeg ik dit outfit. Toch wel hurly, hè, denk ik aan. Nee. Dit is met panache op de achterkant. Ik zie tegels. Nou, look, dat kan je echt niet. Oké, let's go! Om de eerste lijst op te hangen. Boven de tafel bij de keuken gaan we die grote doen die ik al had. We kunnen uiteindelijk nog een andere poster in doen, maar ik vind hem echt super mooi. Dus dat is wel leuk. En we hopen dat hij recht hangt. We hebben wel helemaal gemeten en zo, maar ja, we gaan het meemaken. Hij hangt. Oké, ik dacht ik doe even een update, want we hebben flinke opgeruimd. Het was heel saai werk, dus ik dacht ik film het vooral niet. Maar, I will show you. We hadden eerst hier die spiegel staan, maar dat was best een beetje krap. Dus die hebben we even weggehaald. En dit zijn nog allemaal schoenen die ik wil verkopen, dus dat staat nog even hier. Maar verder is het hier wel lekker leeg, moet ik zeggen. Ik denk dat we nog mooie dingen boven het bed willen en zo, maar dat komt nog wel. Dus het is hier in ieder geval iets leger, wat wel heel fijn is. Dit ziet er nu uit als een rotzooi, maar het is wel georganiseerd. Dus dit zijn allemaal dozen die weggaan. Die gaan we zo wegbrengen. De spiegel staat nu even hier in de woonkamer. En ja, met deze lamp weten we ook nog even niet wat we moeten eigenlijk. Dus het is een upgrade. En we gaan zo even naar de kringloop. Allemaal spullen wegbrengen, want ik dacht, ja, ik kan wel weer alles willen verkopen. Maar dan staat het hier weer een half jaar. En daar heb ik geen zin in. Het moet gewoon weg. Dus we gaan het zo gewoon lekker wegbrengen en dan zijn we er van af. En dan gaan we even goed nog schoonmaken, want overal ligt shit op de grond. En dan is het klaar voor vandaag. En dan gaan we vanavond gezellig bij Sophie eten. Die heeft een dakterras in de zon. Dus dan gaan we heerlijk daar in het zonnetje zitten. Wij gaan naar V toe. En ik heb voor het eerst in tijden deze pet aan. Die had ik gekocht, nieuw. Block my face. Maar die heb ik eigenlijk nooit aan. Dus ik dacht, toe is gek. En mijn nieuwe naked tasje. En verder lekker jeans met sneakers. En mijn arketjas.
Oké. Let's go. Het is vandaag zondag en ik ben best wel vroeg opgestaan. Ik dacht, ik wil vandaag lekker veel doen. Ik heb ook een beetje het gevoel dat ik afgelopen 2 dagen niet mega veel heb gefilmd. Maar ik had zoveel dingen op mijn to-do-listje staan. En opruimen van het huis en zo. Ik kan wel elk deel gaan filmen, maar misschien niet heel boeiend. Ik heb heel leuk samenwerking, had ik al verteld. En voor een van die samenwerkingen moet ik de content opsturen. Dan kunnen zij kijken of ze het leuk vinden, of ze het goed vinden. En dan kan ik het posten als zij dat leuk vinden. Dus dat ga ik nu even doen. Want morgen ben ik druk en leuke dingen doen. Dus dat doen we nu. En dan gaan we zo lekker klaarmaken. Ik heb mezelf tender. Beetje kan zien. Nice. Ik moet zo nog douchen, dus ik ben benieuwd hoe het er dan uitziet. En dan ga ik ook gelijk in mijn gezicht even doen. Gisteren dacht ik echt van, wow, ik doe eigenlijk echt mega veel van die zelfcare dingen. Maar ik vind het gewoon zo relaxed en zo chill of zo. Maar om 3 uur komen mama en opa en oma naar het huis kijken. Dus vandaar dat ik gisteren ook wilde dat het huis er een beetje goed uitziet vandaag. Maar ja, ik wil natuurlijk wel op zijn leukst laten zien, ondanks dat het nog niet af is. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan ga ik vanavond mee met mama. En dan gaan we morgen gezellig paasontbijten met de familie. Dan moet ik eerlijk zeggen, wij zijn niet echt gelovig. Ik hoop dat het zonnetje heel de dag lekker blijft schijnen. Gisteren was mega leuk ook bij Vie. En we gaan er nog een hele leuke 2 dagen van maken. Ik ben echt net wakker en volgens mij zie ik er ook echt zo uit. Die ballen, my god. En ik heb straks iets heel leuks te laten zien. Het gaat over mijn lippen. En ik laat het jullie zo weten, maar ik ben er heel erg enthousiast over. Ik ben er super nieuwsgierig naar en dit zou zomaar echt een hele bizarre, goede oplossing kunnen zijn voor als je misschien geen fillers wilt, zoals ik wel heb gedaan. Dus straks meer over. Ik ga dit even afmaken, iets meer wakker worden en dan gaan we een topdag hebben. Thank you.
zeggen dat je dit dan nog even moet inmasseren. Dus dat doe ik en dat laat ik dan lekker tijdens het ontbijtje. Laat ik dat lekker intrekken. Don't paint me thankless, just have to say this. No, you doubt the way you move. Lost in your fragrance, still makes me anxious. Doesn't feel right not knowing you. You never show me or tell me the way that you're feeling. Feeling, oh. Never ask you the questions, cause maybe I'm fearing. Fearing. Oh. Oké, zoals beloofd zou ik jullie iets meer vertellen over een nieuw product waarmee ik bezig ben. Ik kreeg toevallig gisteren een mail dat het 7 maanden geleden is dat mijn fillers in mijn lippen kunnen gaan uitwerken en dat ik eventueel een afspraak kan maken om te kijken of ik het wil bijvullen, dat soort dingen. Maar ik ben benaderd door Dr. Plum en dit is een serum dat je op je lippen doet en daardoor krijg je dikkere lippen. Dit werkt dus als een soort filler, alleen komen er dus geen naalden en zo bij kijken. Het moet op een natuurlijke manier eigenlijk je lippen groter maken. Je ziet al meteen resultaat, maar na 2 weken al zeg maar blijvend resultaat. En na 30 dagen zou de treatment voorbij zijn. En als je dan nog grotere lippen wil, kun je het altijd nog een keer doen. Dus ik ben hier pas mee begonnen. Ik heb het nu 2 keer gedaan. En ik moet zeggen, je ziet echt meteen resultaat. Ik vond het eigenlijk best wel shocking. Dus ik ga het gewoon aan jullie uitleggen hoe het werkt, hoe je het doet. En ja, dan kunnen jullie het resultaat ook zien. En als het goed is, dan over 30 dagen, dan is het blijvend. Dan moet ik zeggen, ik vind mijn onderlip eigenlijk wel prima. En ik zou eigenlijk mijn bovenlip nog iets groter willen. Ik doe het, dus ik focus me meestal vooral op mijn bovenlip en dan een klein beetje op mijn onderlip. Wat ik eigenlijk heb, is dat ik als ik wakker word, zijn mijn lippen gewoon het dikst. Dat heeft denk ik iedereen. En ja, dat zou ik wel mooi vinden om dat gewoon de hele dag te hebben. Er zitten hyaluronzuren in en dat zorgt er dus voor dat je op een natuurlijke wijze eigenlijk je lippen een boost krijgen. Ik heb begrepen dat je eigenlijk vanaf jongs af aan een collageen aanmaakt. Hoe ouder je wordt, des te meer dat afneemt en daardoor krijg je eigenlijk minder volume in je lippen, maar ook meer rimpels. En met dit serum boost je dat, zeg maar. Dit is dus de packaging. Een mooi doosje. En daar zit dit vervolgens in. Er zit een klein boekje bij hoe je het allemaal moet doen. Dus daar staan alle stappen in. En er zit een roller bij. Dit is de roller. En er zit het serum bij. En dat zit in deze pen. Ja, wat je eigenlijk doet is je ontsmet als eerst je lippen en de roller. Dus dat ga ik nu even doen. Ik had hier al een badje. Dus ik ga even goed mijn lippen schoonmaken. Zo. Nu nog even de roller zelf schoonmaken. Dus die ga ik even onder het water houden. Was ook even mijn handen. Dus handen wassen, roller wassen en je lippen schoonmaken. En dan is de eerste stap eigenlijk, of eigenlijk het hele, je lippen 2 minuten gaan rollen. Hier zitten een soort hele kleine naaldjes in en dat zorgt ervoor dat straks het serum het beter opneemt. En ja, het zorgt er ook voor dat je bloedsomloop goed gaat lopen, waardoor het serum ook weer beter opgenomen wordt. Ik ga gewoon even mijn timer zetten. 2 minuten. Before. Oké, dat was 2 minuten. En dan hebben we nu deze. Die moet je even goed schudden voor gebruik. Dat het goed door elkaar gaat, zeg maar.
En er zit hier een soort kliksysteem op, waardoor je hem nu niet kan, het spul eruit kan laten komen. Maar die ga ik er nu dus afhalen. En nu kan ik het spul zeg maar op mijn lippen doen. Dus dat ga ik even doen. Ik hoop dat ik... Zo. En nu gewoon met je vinger. Ja, even lastig op deze manier. En goed inmasseren. En dan moet je dus nog een minuut met die roller eroverheen. Ze zijn echt veel meer geplant, zoals je ziet. Ik zal nog even before en after. Maar dit is toch niet normaal? Vooral mijn bovenlip, waar ik me ook op gefocust heb, die is nu echt... Het werkt, je ziet het echt meteen. En ja, ik ben natuurlijk super nieuwsgierig wat het doet na 30 dagen. Maar zeker ja, het proberen waard. En ik vind het gewoon zo ziek dat er iets is zonder dat je dus eigenlijk die naald nodig hebt. Je kan dit elke dag gebruiken. Dus voor 30 dagen is eigenlijk de treatment, zeg maar. Je kan het uiteraard gewoon doen zolang je het mooi vindt. Dus als je op een gegeven moment denkt van nou, ik vind het goed genoeg, dan stop je er gewoon mee. Maar je kan er ook mee doorgaan. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Dus ja, ik hou jullie gewoon helemaal op de hoogte van hoe en wat. Ik ga zo lekker een lippenglossje opdoen en ik ben er helemaal blij mee. Hallo lippen. Okay. Ik zoek in de App Store naar Dat is Siri. Dr. Plump dus. En ik zal een linkje in de beschrijving doen. Nou, ik heb de make-up een beetje bijgewerkt en lekker een glossje opgedaan. En kijk. Tadaa. Dus ik ga nu even naar de Xenos toe. Omdat ik toch die bakjes terug ga brengen. En als ik nog tijd heb, ga ik nog even winkeltjes kijken. En dan om 3 uur is mama hier met opa en oma. Oké, ik laat even mijn oudje zien. Ik heb een croptop van de Zara. Een vintage blazer, die bruin is. En deze broek is ook van de Zara. Deze heb ik echt al heel lang, maar ik vind hem wel heel leuk. Hij wordt alleen een beetje falig, maar ja, het zij zo. En deze heeft een heel leuk streepje. Hij is bruin. Dat kan je nu niet helemaal zien, denk ik. Ik had mega veel geluk dat de Xenos open was. Want de rest van de winkels zijn allemaal dicht. Komt door Pasen, denk ik. Ik dacht, dat is niet zo hier in Amsterdam. Maar blijkbaar toch wel. Dus we gaan gewoon weer lekker naar huisje toe. En nu, zo leer ik de weg hier een beetje. Ga ik dus weer naar huis en dan kan ik hier op de weg zien. Het is echt super handig. Dus ga ik even instellen. Afgelopen week 3 dingen binnengekomen die ik echt fantastisch vind voor het huis. Dus ik zal ze nog even laten zien. Dit is nummer 1, het broodrooster van Create. Hij is echt heel mooi met houten details. En ja, hij is echt heel strak en fancy. En dan hebben we bijpassend deze fantastische waterkoker. Die past er helemaal bij, ook met houten details. Echt mega blij mee. Ik had dus nooit een broodrooster, waardoor ik zeker toen ik alleen woonde eigenlijk heel vaak brood weg moest gooien. Wat echt mega zonde is.
En nu hebben we gewoon standaard brood in de vriezer. Is het daardoor echt mega vers. Want je kan hem gewoon vanuit de vriezer meteen op ontdooistand in broodrooster doen. En als je hem dan ook nog hard wilt, nu hem gewoon nog een keer aanzetten. Dus ik vind het echt een mega uitkomst. Want dan hoef je dus geen brood weg te gooien. Dus ik ben er echt super super blij mee. En het staat ook zo mooi. Dus ja, daar was ik helemaal fan van. En toen liepen Luc en ik er een beetje tegenaan dat we onze handdoeken steeds niet echt chill ergens kwijt konden. Dus we hebben echt een mega mooi rek daarvoor gekocht. Dit is het rekje. Ik zal even de handdoeken ervan afhalen, dan kan je het iets beter zien. Tadaa! Echt zo blij mee. Je kon ook kiezen tussen wit met hout. En we zaten eigenlijk heel erg te twijfelen omdat alles wit is. Maar op een of andere manier vind ik zwart staal altijd zo chic eruit zien. En we dachten, we hebben ook een zwarte vloer. Dus misschien is het wel leuk om het zo te doen. Maar echt super blij mee. Dus hier kunnen we gewoon de handdoek aan ophangen. Maar ik vind hem echt heel strak en fancy. Ik heb het hele huis opgeruimd. Dus het is hier helemaal spik en span. Ik heb altijd, als er iemand dan langskomt, en zeker het opa Noah, dan wil ik gewoon dat het er helemaal gezellig uitziet. Dus het is echt helemaal netjes en schoon en stofgezogen. We hebben, nou ja, whatever, alles gewoon echt goed schoongemaakt. Dus ik ga even snel melk halen voor mama, voor de cappuccino, want ik heb alleen haver nu. En even wat lekkere, weet ik veel, paaskoekjes, cakejes voor bij de koffie. En ik had het idee om lekker hier buiten in het zonnetje bij de picknicktafels te gaan zitten. Volgens mij is dat gewoon echt van de hele straat. Iedereen mag er gewoon gaan zitten. Dus dan gaan we heerlijk lekker daar zitten. Ja, ja. De luidjes zijn er. Gezellig. En vinden jullie het wat? Vinden jullie het? Wij vinden het verschrikkelijk geweldig. Oké. Nou, ik vind het echt geweldig. Ja, ja. De allerkeurige huid. Cheers! Daar gaan we. Oh. Nou, gezellig. En nu zeg maar tegen de heb ja, dat ga ik dan hem zeggen. Ja.